En als je kijkt naar zo heel spectaculaire zaken die mensen doen, zoals Felix hier, waar dan miljoenen mensen zitten naar te kijken, en als je kijkt naar de maanlanding, waar nog meer mensen zaten naar te kijken, je wilt je inbeelden hoe het is om daar te zijn als mens. Dat is wat we willen doen. Dat is fantastisch. Wij kunnen dat niet zijn, dat is onmogelijk voor een gewone sterveling. Maar zij zijn daar en we beelden ons in. Hoe is dat nu? En wij doen ongelooflijke dingen met de robots momenteel. We sturen die naar Mars. De meest onwaarschijnlijke scenario's. We sturen die zoveel kilometer naar daar, die valt dan naar beneden. Er komt een parachute uit. Er komt dan een kraan uit. Een skycrane die robot dan zachtjes naar beneden laat. En die staat er. En weer en wind. En toch ziet dat ding eruit als een kopieerapparaat. Komt dan. Hoe kunnen we daar nu hetzelfde gevoel bij hebben als die... Als Neil Armstrong die daar op de maan stond, hier mist iets aan. Wat is die zijn hoofd, wat is zijn oog? Hoe kunnen we nu hetzelfde gevoel overbrengen, of hetzelfde gevoel daarbij, als bij als wij die echte mensen die avonturen beleven? En we willen dat wel, hè, want we zien dat in films. De laatste scène van Blade Runner, waar we zeiden de evil super bad guy, Roy Batty, ineens iedereen zijn sympathie weg en zegt van, ja maar eigenlijk, heb ik ongelooflijk knappe dingen gezien en iedereen zegt van ja, eigenlijk is het wel wat. Hij was wel de slechte, maar toch snappen wat dat wil zeggen. Hetzelfde is bij Wally, hè. In de eerste 20 minuten van de film, hij is helemaal alleen. Hij is allemaal onze shit aan het oplossen en we voelen mee. Hè. Dat is... Hetzelfde zien we dus bij Hugh. Ja, die zijn twee zijn beste vrienden, hè, ondertussen geworden. Dat is geen speelgoed voor Sophie. Mijn dochter, dat is gewoon een lid van de familie geworden. En dat is denk ik waar veel designers een verantwoordelijkheid of toch een roep in zouden moeten vinden, denk ik, om die robots van de toekomst mee te gaan designen. En dat is niet zo moeilijk als dat we vaak denken. Natuurlijk zijn er de super gesofisticeerde versies, zoals deze hier, maar er is ook aan de andere kant iets wat dat een gezicht heeft en wat dat uitstraling heeft en wat dat mensen een emotionele link mee willen maken. En wat dat Jonathan en ik van zin zijn, is om die twee zaken wat dichter bij elkaar te brengen. Dus we gaan altijd aan dat spectrum werken en daarop zeer industriële zaken. En er is ook een hele wereld tussenin en daar willen wij aan gaan werken. En nu ga ik het woord geven aan Jonathan Berken. Dank u wel.